Ik had net een broodje gekocht van mijn laatste paar centen. Ze waren om de hoek een burger aan het bakken en het rook zo lekker dat ik gewoon honger kreeg. Ik wilde net een hapje nemen toen die bus er al aankwam. Gewoon de schuld van de buschauffeur dat die te vroeg was. Die buschauffeur weigerde mij binnen te laten, maar ik was zo vettig van de saus dat ik er gewoon tussendoor glipte. Mijn 3 sandwichvrienden nam ik ook mee, maar dat mocht ook niet, want daarvoor moest ik extra bijbetalen. Belachelijk, toch? Dat ik in een hotdogkostuum gekleed was, dat was gewoon puur toeval en is toch geen reden om iemand niet in een bus te laten zitten. Ik zag er nog zo lekker uit en rook verrukkelijk. Echt belachelijk van die buschauffeur. En 13 politieagenten om mij en mijn broodjes te arresteren sloeg helemaal nergens op.